Junior is net naar de kapper geweest. Groot nieuws. Ja. Hier staan twee finalisten van de worstenbroodwedstrijd. Wat is er al gaat doen? Nee. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkerken. We kijken naar deze vlog van vandaag. Het is inmiddels dinsdagmiddag. En Junior is net naar de kapper geweest. Laat je haar eens even zien. Mooi hoor. Je kan natuurlijk een beetje gaan groeien, hè. En je had je danootje niet op, want je had geen tijd gehad. En ik had nog een zoekstok. Ja, die is zo'n kerst. Maar Lief die heeft een vriendje bij om te spelen. Die is hier boven, denk ik. Toch met Ryan. Met Ryan. Papa die is even boodschappen. Stel, kom papa aan. Kijk wat hij zegt van jouw haren. Kijk hè. Nee. Hoezo? Met papa. Heb jij morgen vrij van bakkerij? Ja. Doei. Luffie. Ja. En dan loop ik ook nooit. Ja. Oh, dan hebben we Eline ook al thuis? Van de rijles. Ja. Even weer lekker naar de markt geweest. Het was niet druk, want het is slecht weer. Is je Louis meegenomen? Nee. Oh, die komt zo. Die komt van de hal, denk ik. Nee, want ik was niet de bedoeling naar de markt te gaan. Was in de bakkerij en ik ook graag even naar de markt. Oh, lekker anders. Ja, lekker bloem met ham vanavond. Oh, lekker lekker. Ik had eigenlijk dus vanavond vergadering van de harmonie, maar die gaat niet door. Door? Niet door? Door. Maar Liefde heeft voor de eerste keer freerunnen vanavond van 6 tot 7. Jij hebt met Guusje hockeytraining van 4:30 kwart voor 6. En dan hij heeft zwemles van 5 tot 6. Dan kunnen we daarna eten. We hebben weer brood. We hadden al drie brood dagen op, dat ja. Al brood op was. Maar vandaag had ik weer een stuk gebakken. Meegebakken. Ja, dat was nou heel veel over. Junior. Ja. Mooi. Als ik een keer... Ik ging een keer... Hoe ging het, Lien? Heel goed. Ja? En ook al bijna opkomen. Ik heb nog over naar het grondwerk. Heeft gevraagd? Nee, want ik had nou een ander houtje, want... Dat was iemand ziek, maar zij zeg maar van een andere ik reis zag het. Toegekomen. Ik zag het. Senda stond er op de ding. Niks hoor. Oh. Van andere dingen. Ja, die zegt. Kijk, hij is al iets strenger en hij zegt voor me, maar die vrouw zegt nog niks. Ja, en die vindt dat misschien ook lastig omdat ze dan je deed allemaal goed. Invalt. Ja, ik deed wel goed, dat is echt zo. Maar ja, die vrouw zegt nog niks. En die andere vind ik fijn, want dan weet ik toch wat, ja. Wat fout doen of waar ik moet leren. 4:30 is het hockey. Even 3 kwartier. Ja? Oh, daar ga ik even blazen. Wow. Waar heet Caesar salad? Caesar salad met garlic bread en pinsa romana. Ik heb ja. En meloen met ananas? Nee, meloen met ham. Kijk, ik heb deze gekocht. Het is ja, ik had gezien ook een grote. Papa! Die heb ik in de bakkerij. Gaan wij met de auto naar de hockey? Nee, wou, de fiets. Nee. En hier heb ik. Ziet hij er niet mooi uit? Die pinsa's. De andere heb ik opgemotterd, die staat in de koeling. Zijn er 12, 16. We hebben weer een test. Morgen even bakken, overmorgen. Staat nou trouwens online, dat hebben we nog niet verteld in de vlog. Het is groot nieuws. Ja. Hier staan twee finalisten van de worstenbroodwedstrijd. Dat was mijn droom, ik heb het jammer gezien. Ja. Waar staan de finale nog? Allebei! Hebben jullie al iets gedaan dan daarvoor? Nee, ja, de missie is voor geweest. Ik heb nog zo'n bordje meegenomen. Dus we zitten hebben jullie al onze leuke fantasy al gezien? Ja, ik heb het al laten zien. Mag ik het zien? Ik heb het zelf niet eens gezien. Ja, leuk. Hij viel net in de la, dus hij is een beetje uit fatsoen. Lekkere hartjes. Oh, die lekker heel lekker met dat. Ja, die zijn lekker hè. Een hele mooie roos, dan kan jij jouw Valentijn versieren. Dan doe je dit zo. Eline wil het heel graag van iemand krijgen. Nee. Ons adres is. Nee. Hele lekkere suikerbonen. Zodat iedereen weet dat al weg zijn komen. Ja. Eline wil heel graag. Hoe kom je? Nee, van Valentijn. Weet je, mijn ouders die zijn een keer heel gemeen geweest. Ik heb gisteren ook nog een verhaal gehoord over Valentijn van jou. Hallo, was het een van jouw zus? Een lekker. Ja, dat die allemaal dat mijn zus en alle vriendinnen in de klas allemaal brieven gestuurd had. Nee, ik zei brieven. En jij dacht dat het echt was. Ja. Toen jij vrijgezel was.
Maar nu had dat vorige ook naar mij gedaan, dat ze me op brieven gestuurd. Ja! Ik ga dat doen met een jongen in mijn klas. Wat? Ik ga dat doen met een jongen in mijn klas. Oh. Nee, dat is echt zielig. Of bij Floor. Dat is zielig. Nou, maar die krijgt sowieso iets, dus. Nee hoor. Ga ik bij jou doen. En jij, Jan. Wil je ook iets voor Valentijn? Ik hoef niks voor Valentijn, ik heb een kusje. Wij moeten iets voor Valentijn. Dit is wel lekker. Mama wil altijd wel voor Valentijn. Ik weet wel, mama krijgt voor Valentijn. Nee, ik vond het zomaar gekregen. Dat was voor zomaar wat. Voor Valentijn. Bloemen. Nee. Moet je voor Valentijn geven. Oh, oké. Dat is echt een Valentijn iets. Okay. Bloemen. Geloof me, dat is echt een Valentijn. Kijk, dat is makkelijk. Nee, papa, niet zo blij. Hij zei, ik heb een cadeautje voor jou en heeft Eline voor mij geregeld. Nee, ik heb haar gevraagd. Hij heeft gewoon naar mij doorgestuurd. Ja, maar hij zegt al 2 weken, ik heb dat voor jou, dat krijg jij vanavond. Maar elke keer kwam het niet. Ik denk, ja, het zal wel. Ja, als ik moet een beetje inblijven, dus het is voor Valentijn. Mijn Valentijn zegt, ik bewaar het voor moederdag. Nee. Ik ga weer even toeteren. Dat is goed hoor, toetersen. Ja? Ja, deze stopwoorden zien echt heel groot uit. Ja, dat vind ik ook. Dus daar is mis mee gegaan. Ik heb volgens mij veel te vol gerezen. Ik denk het ook. Vooral die. Dat is niet normaal. Die zijn nog niet heel groot. Lekker luchtig. Vandaag waren er 2 vriendinnen van mij jarig. Heb je zin in de hockey? Nou, dus jij moet hokje en dan moet er ook nog 1 naar freerunnen en nog 1 naar zwemles. Dus echt... Ik wil eigenlijk gaan hardlopen, maar ik heb echt geen zin. Want de laatste tijd... Na Italië heb ik elke dag gewerkt en dan heb ik geen middagdutje gedaan. En dan ben ik in de avond echt heel moe. Als ik geen middagdutje doe. En vooral als ik zo vroeg begin. Maar dan slaap je wel de nacht goed. Ja, maar ik ga ook wel op tijd naar bed doen, want anders dan... Die witte chocolade zijn echt heel lekker. Dus koop het. Ja. Dat klinkt best. Boe, het is een olifant. Maar heeft hij dat concert zo gehad? Ja, binnenkort weer een concert. Maar die zo vooral heeft nu als Spanje. Ja, dat heeft hij al gehad. Maar mama, leuke heitiapjes? Ja. Leuk, hè? Ik had het al online gezet. Ik zag het net op Insta. En ook een foto van mij. Ga ik ook even kijken. Maar ja, we waren met zoveel. We waren 3 stagelopers in de bakkerij, 2 in de lunchroom. Vloerbalkikkers, boswandelingkikkers. Papa, die was iemand iets uit aan het leggen, zeg maar. Dus dan wil hij niet gestoord worden. Dus zei ik, ja papa, wat is er al? Gaat hij wel doen? Ik zei, ja, wat kon ik nou doen? Want wat kon ik dus doen? Hij zegt, ja, ga maar iets bedenken voor de high tea of zo. Ja. Maar cupcakes. Dat heb ik nu dus uitgetest. Red Velvet cupcakes. Red Velvet. Met white chocolate ganache. Dus dat heb ik nu uitgetest. Kan je en meenemen? Volgende keer ga ik weer maken. Ja, en een chocolate cookie zag ik ook nog. Oh, die waren kan heel je lekker. Die meenemen? Ik heb echt heel lekker. Ik wilde eigenlijk wel zo lekker? Nee, dat ga ik niet meenemen. Dan moeten we gaan high-tien. Dan moet je eigenlijk gaan high-tien, ja. Maar nu heb ik ook een geluk nieuwe hartegapje gaan bedenken. Man lief, die wil dan met de verjaardag naar een escape room, maar dat zit hier allemaal niet echt. Nee, dat is echt niet leuk voor haar leeftijd. Nee, maar ja, wel. Wat moeten we met haar gaan doen met haar feestje? Ze wil geen meisje-meisje dingen doen. Ze heeft allemaal jongens uitgenodigd. Ja, karten of zo. Gewoon karten. Jij hebt ook al van die buiten survival dingen of lezen. Ja, doe zoiets. Dat is leuk. Dat is echt... Echt iets wat je doet in Breda. Is veel leuker dan een escape room. Ja, ja, dat is ook actief zijn. Maar... Oh, dan moet ze ook nog vragen. Het is veel van die hartjes. Oh, hoor eens. Ken je dit liedje? Nee. Engelwaarde. Werkelijkheid. Nee, ik weet niet. Ik weet nu dat ik hem kan. En is ook het... De wens om bij te denken. Hier, in de klas. Niet zeker. Wat? Verras je Valentijn met een roos in de klas. Daar komt hij hoor. Nee. Ik weet niet. Nee. Oké, maar ik heb slecht nieuws. Ik heb vandaag een aardrijkskunde toets gehad, maar ik weet wel 100% zeker dat het een onvoldoende wordt. Ja? Ja, want... Topo. Ja, er zat een stopo bij. Heb je niet geleerd? Ja, ik heb dat wel geleerd, maar je het was echt... Afgekeken. Nee, ik heb echt niet afgekeken. Nee. Ik heb alle topo overgeslagen, maar de helft van het toets was topo, dus... Ik heb zo... Dan doe je de gokken? Ja, let op, straks 9. Dat kan niet, want ik heb de helft overgeslagen. Wedden dat je voldoende hebt? Nee. Ja, daarom... Nee, ik heb echt geen voldoende... Ik had ook wel even die mensen in mijn klas en zei, ja, ik heb niet geleerd. En dan had ik echt niet geleerd. En dan hadden hun een 8 en dan had ik een 3.
Nee, maar ik heb echt een onvoldoende. Ik weet het echt zeker. Het is bedtijd. Zo is Junior op bed aanleggen. En die doet de laatste tijd een beetje moeilijk. Ik zal ze even laten zien hoe dat gaat. Als je staat nog te draaien. Oh! Waar is mama? Op de wc. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik denk, die is jou naar bed aan het brengen. Heb je je tanden al gepoetst? Ja. Je bent als wolf. Ga alvast maar liggen. Nee. Doe ik jou eventjes je rug kriebelen en zo. Nee, mama. Alleen mama? Ja. Of je wil erbij zo meteen. Nou, ga alvast maar, dan begin ik al. Nee. Ja. Nee. Dus jouw hockeystick? Ja. Wauw. Als het weer buiten training is, mag je weer gaan hockey, hè? Heb je zin in? Nee, ik wil ook binnen training. Dat is niet voor de allerkleinste, nee. Maar ze zeiden dat ze wel hebben gewonnen door mij niet. Oh, nou. Omdat ik er niet was. Ga maar op je bed. Geen zin in. Je hebt geen zin om te gaan slapen. Ik heb wel licht poets, toch? Oh, hij zei van wel. Ja, zelf. Nou, dan moet je nog even, doet mama nog even. Ik ga even bij Madelief kijken, want die heeft vandaag voor het eerst free running gehad. En ik denk dat ze op de kamer is. Even kloppen. Hallo. Hallo. Jij gaat al slapen. Hoe was jouw free running? Nee. Hoe was jouw free running? Je moet eigenlijk niet met schoenen op bed, hè? Ik zit er ook net. Ja, net wel. Hoe was het? Was het leuk? Free running? Ja. Ja? Ben je ook zeker het maken? Nee. Wat dan? Appen, want ik ging... Wat appen? Vragen of iemand op een kinderfeestje kwam komen. En Hij vroeg ook net of ik op zijn kinderfeestje. Ah, ja, zo moet je heel handel doen, hè, met kinderfeestjes, hè? Nee, hij vroeg het eerst. En toen zei mama, moet hij dan ook niet op jouw kinderfeestje komen? Toen zei ik, ja, nee. Oké. En wat ga je dan weer doen vanavond? Junior gaat slapen. Zeker ja. Met... Dezegene. Oh, dezegene. Ik zeg het dan maar niet in de vlog, maar okay. Dezegene. En wat heb je bij vrienden gedaan? Kun je dat vertellen? We moesten tegen de muur aanlopen. Oh, net als toen met de oefeningen? Nee, maar volgend jaar moeten mijn vader en moeder mee en dan ook echt zelf gaan vrienden. Waarom? Dat er deze dagen zijn de ruildagen of zo. En moet je moeder maar mee dan? Dan moet je moeder maar mee. Moet je vader mee? Jij moet meegaan. Nee, alleen je moeder. Nee, vader moet... of moeder. Papa. Nou, dan moet je mama meenemen met voor de vieren. En dan moet hij. Je moet. Dit jaar hebben wij nog niet, omdat het mijn eerste jaar is. Maar volgend jaar, als ik er dan op zit. Dan nemen ze Stan of Eline mee. Nee, dat is mijn vader. Of nee, zeg je, mama, dan zeg je ja, dat is mijn vader. Dan zeg je dan, neem je Stan mee. Nee, dat is mijn vader. Nee, papa, ze herkent me. Ga je? Kom je? Papa. Eerst ga je dan mijn en daarna roep. Papa, ik heb verschillende trainers. Papa! Hey! Ja, trainers al bij Stan en uit in de klas, allebei. Oh. Eentje is en jij blijft zitten, dus dat gaat best moeilijk. Oh nee, dan trap je daar niet in. Ja, als de ouders, nee. Papa, kom je? Papa komt zo. Moet je erbij met z'n tweeën al bed leggen? Ja. Huh? Oh. Kom! Nou, oude mannen lief, alles voor onze junior, hè? Alles voor onze junior. Oké. Nou, kus. Nee, ja. Ga toch. Oké, jumpen. Nou, de stuntpiloot. Dit was een dagje uit ons leven. Wij gaan junior op bed leggen. En bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen zijn we er weer. En we hopen dat je... Houdoe. Hoe laat is het? Laat eens horen. Nee. Met de beer horen. Andere arm. Weet. Hallo junior, hou van jou. Leuk hè? Ja, ik ook lekker. De aardbeien, de suikerspinnetjes ruikt die. Heel lekker. Aardbeien en suikerspinnetjes, ruik jij ook eens? Ja. Kan je erin doen, hè? Komt er geurtje aan toe voor je stem en tekst en weet ik wat. Suikerspinnetjes.